Vandaag wil ik het even hebben over linkbuilding. En ik weet dat er ontzettend veel bedrijven bezig zijn met linkbuilding. En als je al wat langer in het online marketingvak zit, dan weet je ook dat linkbuilding belangrijk is. Niet zozeer linkbuilding is belangrijk, maar wel de populariteit, de naamsbekendheid die daarmee gepaard gaat. Omdat Google heel eenvoudig websites die een grote naamsbekendheid hebben, bovenaan in Google willen plaatsen. Nou, niet zozeer omdat ze dan een grote naamsbekendheid hebben, maar Google redeneert, als er veel gepraat wordt over iemand, als iemand veel linkjes krijgt van andere websites, dan zal dat bedrijf wel iets goeds te vertellen hebben. Nou, en dat kan een streepje voorgeven bij het ranken van de posities in Google. Nu, er zijn ontzettend veel manieren om met linkbuilding aan de slag te gaan. Vaak merk je dat er linkbait ontwikkeld moet worden, of dat er bepaalde tools ontwikkeld worden waar dan over gepraat gaat worden, of er moeten gekke campagnes bedacht worden. Maar vandaag wil ik een tip geven, en ik ga het dadelijk ook heel even laten zien, hoe je heel eenvoudig aan de slag kunt met linkbuilding, waarbij eigenlijk het grootste deel van het werk al is gedaan. Nou, ik zal het even kort toelichten. Wanneer je op Google of op Google gaat zoeken naar pagina's, naar websites, waar jouw bedrijfsnaam al vernoemd wordt, maar waar nog geen linkje staat naar jouw website. Nou, als je echt pas begonnen bent, dan zullen die aantallen misschien nog wel meevallen. Maar wanneer je al wat langer meedraait op het internet, dan zul je er vaak versteld van staan hoe vaak jouw bedrijfsnaam op het internet op bepaalde websites genoemd wordt, zonder dat er eigenlijk een linkje aan vasthangt. En wat nu het moeilijke van linkbuilding is, namelijk zorgen dat iemand over jou gaat praten. Zorgen dat je iemand zover krijgt dat ze het over jou willen hebben. De volgende stap is dan natuurlijk ook dat ze een linkje plaatsen naar je website. Want dat is dan natuurlijk een extra stem voor jouw website, voor jouw bedrijf. Maar de eerste stap is eigenlijk al gezet door die mensen. Ze hebben al over jou geschreven. Ze zijn alleen nog heel even vergeten om ook een linkje naar jouw website te plaatsen. Dus ik ga het zo even laten zien. Maar wat je dus gaat doen, je gaat een zoekopdracht doen. Daar komen een aantal resultaten uit. En het wordt heel eenvoudig. Je gaat gewoon die mensen, die website-eigenaren, aanschrijven met de hele simpele vraag: kijk, je hebt al over ons geschreven, ik zie dat je onze bedrijfsnaam vernoemt. Zou je het ook goed vinden, of we zouden het leuk vinden als je ook een linkje naar onze pagina wil plaatsen, zodat de mensen waarvoor jij schrijft ook meteen onze website kunnen bekijken. Dan ga ik nu heel eventjes laten zien hoe zo'n zoekopdracht eruit kan zien. Om te zoeken in Google waar jouw bedrijfsnaam al vermeld wordt, zonder dat natuurlijk jouw eigen website de hele tijd naar voren komt, kunnen we de volgende zoekopdracht gebruiken. In dit geval zoek ik op De Ponty. De Ponty is een terrasoverkapping merk. En ik zoek dus de merknaam De Ponty. En ik sluit tevens deponty.com sluit ik uit. Deponty.com is de bedrijfswebsite, dus die sluit ik uit. Nou, ik klik op Enter. En dan ga ik hier kijken welke resultaten mijn bedrijfsnaam vernoemen. Maar tevens ga ik kijken welke bedrijfsnamen wel mijn resultaat vernoemen, maar niet naar mijn website linken. Nu, ik zie bijvoorbeeld danenbergenshop.nl. Ik klik daarop. Ik zie dat ze het hier over de Ponty heaterstrip hebben. Maar we zien hier nergens een linkje naar onze website, naar deponty.com. Dus ik zou deze eventjes de contactpagina kunnen bekijken, contactgegevens opzoeken, even de pagina opslaan waar het resultaat staat, dus waar mijn bedrijfsnaam genoemd wordt. En straks kan ik contact gaan zoeken met, in dit geval, Danenbergenshop, met de vraag van: kijk, je noemt onze bedrijfsnaam, we zouden het leuk vinden als je ook meteen naar onze website toelinkt. Niet iedereen zal dat doen, maar er zullen vast een aantal zijn die het wel doen.
En dan heb je meteen weer een hele relevante link te pakken. Nou, ik ga kijken of er nog eentje tussen staat. Ik zie hier verandadiscount.nl. Ik zie hier de Ponti Bosco terrasoverkapping wordt benoemd. Deze terrasoverkapping wordt benoemd, maar wederom nergens een link naar onze eigen website, naar deponti.com. Dus in dit geval, als deponti een klant van mij zou zijn, zou ik deponti aanraden van kijk, neem contact op met verandadiscount.nl en vraag of ze vanuit deze pagina een linkje op willen nemen naar deponti.com. Nou, in deze korte zoekopdracht heb ik eigenlijk op de eerste pagina al meteen twee resultaten die ik zou kunnen aanschrijven. En zo zullen er ongetwijfeld nog een stuk meer zijn. Ik klik er nog eventjes even een aan. Ook hier wederom. Er wordt hier over deponti geschreven. Maar nergens wordt gelinkt naar onze bedrijfswebsite. Of de bedrijfswebsite van deponti.com moet ik zeggen. Dus ook deze zou een kandidaat zijn om aan te schrijven en te vragen van hey, wil je een linkje opnemen naar onze bedrijfswebsite? Tot zover deze video. Het is dus een hele eenvoudige linkbuilding tip. Maar mijn advies is, pas het alsjeblieft toe. Je zult zien dat het heel eenvoudig is en dat je binnen no time snel een aantal hele relevante links hebt gescoord.